Welkom bij een gloednieuwe serie, Knippie Knippie Kuipers on Tour. We gaan met allemaal verschillende wagens rijden. Eigenlijk zoals normaal gesproken gaan we alles laten zien van hoe het werkt met andere takken van transport. Vind je dat leuk? Doe vast een blauw duimpje omhoog. En wil je een bepaalde soort wagens zien in de vlog waar ik mee ga? Zet het in de reacties. En wil je sowieso op de hoogte blijven? Abonneer even, belletje, dan blijf je sowieso op de hoogte. Nou, vandaag trappen we hem af met niet de minste. Echt een hele dikke wagen. Jullie zien hem al staan. Joost Kleinjan. En we gaan er echt een dikke dag van maken. Joost, morgen. Daar gaan we. Lopen de wand eronder. We zijn in Zeerhoek. Vanuit Nieuwdorp, klein kwartiertje rijden. Maar het is hoogseizoen, dus we moesten ook doorknallen, begreep ik al van Joost. Deze die gaat zo snel mogelijk weer leeg. Nou, je kan het zien, het gaat ook echt als een trein. We lopen de band van alle kanten op. Mooie berg maken. Met de boer, we kunnen er wel even naartoe lopen. Want hij zei al, ja, je moet snel zijn met je camera, want hij is zo leeg. Nou, zoals jullie zien, achter mij is een uienlawine ontstaan door het lossen van Joost's auto. Maar net liep de boer naar deze kant toe en ik dacht, hij is die lopende band aan het bedienen. Maar dit is gewoon vol automatisch. Nou, voor mij is het natuurlijk sowieso nieuw. Ik kom nooit bij boeren op het erf, met distributiecentra's, kroegjes, noem het allemaal maar op. Dus echt leuk om te zien. Maar hij gaat dus helemaal, als hij dus weer een bult hebt gemaakt, gaat die band vanzelf van links en naar rechts. Nou, ik ben nu een beetje de kunst aan het afkijken bij Joost. Want ik rijd nu 3 jaar op die S520 en daarvoor heb ik 7 jaar op de R500 gereden. Dus ik rijd al 10 jaar automaat. Maar Joost heeft nog een echte auto met een handbak. Dus eerst even het kunstje nu een beetje aan het afkijken. En dan kan ik zo meteen zelf klapperen en weer zelf schakelen. De lopende band in de trailer moet natuurlijk aangedreven worden en dat gaat door middel van krachtstroom. Ja, dat is natuurlijk best wel zwaar zo'n band. Die zitten van voor naar achter over de hele bodem. En dan lopen de uien in een V-vorm, normaal gesproken aardappels. Maar nu is het uienseizoen, heb ik begrepen. Dus dan lopen de uien zo naar beneden en dan via de lopende band naar achter. Hoppa! Trailer is leeg. We hebben gedaan samen. Alles eruit gehaald. Nu gaan we laden en we gaan van stuur wisselen. Kan ik mooi toeren en dan kan Joost mij een beetje begeleiden. Daar gaan we, ja, ik kan hier even uitrusten. Heb je druk gehad? We gaan, ga mee. Nou, daar gaan we zitten. Ik heb een beetje instructies gekregen van Joost. Het is een zesbak met een splitter, hoog-laag, dus het is wel even wennen. Hij is nu leeg, dus dan kunnen we even rustig aan beginnen. En we rollen. Thank you.
stukje maar. Oh man, zo stop je toch nooit meer met rijden. Nee joh, blijf lekker doorgaan. Jongens, 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 niet normaal jongen dit. Ah, jullie hebben het vast kunnen zien in de tunnel op de GoPro. Dit is bizar jongen. Dit... Max is eigenlijk 15 uur per dag, maar nu ga je helemaal niet meer naar huis in zo'n auto. En overal zit mooi geluid in. Of je nou de radio keihard zet, of dat je die pijp openzet, alles is skitterend. Hier, nog één keertje. Skitterend dit. Dit is weer eens wat anders dan met een pompwagen achter in die bak rossen en dan die pelletjes neerzetten. Het komt nu rechtstreeks vanaf het land, die trekkers halen het op, wordt meteen gerooid op de lopende band en dan erin. En wat ik moet doen, kijk zoals nu, ik moet iedere keer een klein stukje vooruit rijden, dat de auto gelijkmatig gevuld wordt. Dus dat overal een mooie bult erop komt. En ja, dat is mijn taak even, dan ontlast ik Joost. Die kan er mooi naast staan en die geeft af en toe een seintje. Ja, doe maar. Oh, goed, bultje erop. Dat is een beetje Joost in de gaten houden. Eerste versnelling met die 8-cilinder. Zometeen komt mooi werk natuurlijk. Straks zit hij vol. Oh, dan gaat hij helemaal tekeer, jongen, met die wagen. Nou, Joost die vliegt er natuurlijk over. Die heeft er al 3 gedaan en ik heb er net eentje in zitten. Maar voor de eerste keer even kijken. Normaal gesproken haal ik het bandje weer aan de voorkant langs. Dat ik hem, maar nu doen we dus de resterende band erachter. Aanratelen, zit dan meteen vast. Vliegt dat ook niet door de lucht heen. Zo. Kind kan de was doen. Zit het zeil weer vast, eroverheen gerold. Nou, hartstikke mooi, de volgende wagen staat er al. Joost heeft een CMR geschreven. Prima. Alsjeblieft, bedankt. Tot de volgende keer. Nou, zoals jullie wel kunnen horen en zien, hij is natuurlijk zwaar. Best wel krappe bochten. Hij begint onwijs te wringen en wat Joost net al zegt, met die sleepas wilde hij hem ook vooruit duwen. En dat voelde ik ook inderdaad en ik zag het ook op het asfalt, gewoon echt een streep. Ja, het is natuurlijk wel super gaaf om ermee te mogen rijden. Joost vertelde ook al dat ik ben volgens mij de derde die ermee mag rijden, dus het is ook heel bijzonder. Dus extra focus, overal goed opletten. Juiste versnelling, nergens te hard. Ik wil geen geouwe hoeren. Dit gaat top. Dat zijn leuke wegen. Ja, zeker. Hij loopt wel echt mooi, hè, die auto. Ja, lekker rustig ook. Ja. Lekker rustig ook, zegt hij. Ja. Lekker man. Lekker joh. In een nieuw dorp. Nou, de wagen is natuurlijk vol, maar hier wordt hij gewogen. Dus we staan op de weegbrug. Joost is naar binnen om het even af te handelen met de weegbrug.
Wat wel grappig was, zijn vader die belde net. En hij zegt, hoe gaat het? Ja, goed. Martijn is aan het rijden. Hij is aan het rijden. Er mag toch niemand in rijden? Normaal gesproken mag er niemand in rijden of laat hij er niemand in rijden. Dus het is wel heel bijzonder dat we nu een rondje aan het doen zijn en dat ik ook mag rijden. Nou moet ik zeggen, het is natuurlijk wennen in die versnellingsbak, maar waar ik vroeger al hekel aan had, dat als je overschakelt, dat die bak zo klappert. Dus dat probeer ik zo min mogelijk. Ik probeer zo goed mogelijk en zo rustig mogelijk alles te doen. Maar het is wel een plaat hoor. Ook wel grappig, hij zegt net, ik gebruik nooit meer ruitenwissers. Ook niet als het regent. Ik poets gewoon mijn voorraam en als het dan waait of als het dan regent, dan waait vanzelf die regen van het raam weer af. Want hij zegt, ik krijg allemaal strepen, allemaal krassen, dus ruitenwissers heb ik eigenlijk een hekel aan. Dat is geniaal. Deze plaat is eerst helemaal oranje gespoten. Daarna zwart. Toen is hij weer opgeschuurd dat het oranje er weer bovenuit zou komen van de traanplaat. En om hem dan niet te beschadigen door met je schoenen erop te lopen, dat zie ik wel bij mijn triangel, doordat ik er overheen stap, gaat de verf gewoon weer af. Dat is natuurlijk, zit er super veel werk in de traanplaat, daarom doet hij zijn schoenen uit. Dat alles gewoon netjes blijft. En dus heel zachtjes de slangen neerleggen, dat je geen butjes of krasjes krijgt. Zo blijft alles mooi. Snel net, trailer even gauw gekoppeld met een trailer van hunzelf. Op de Weegbrug, er vanaf, die volle die van het land kwam, die was hoe zwaar? 35 ton vracht, 52 ton totaal. Kijk, daar doen we het voor. Volle bakken, korte stukjes, ik kreeg dat ook al een tip. Dat op korte stukjes rijden is dikke portemonnee, dus dat is ook wel lekker. Dat is zeker, ja. Wat zei je net? Dikke vrachten, korte nachten. Juist, ja, heerlijk. Ja, lekker geld verdienen met die wagen. En dat heb ik nu ook echt wel door. Is het hoogste? Ja. In ieder geval, het moet van het land af. En het is ook weersbepalend, want als het nu gaat regenen, dan kunnen ze dus niet met het land af. Dus hoeveel mogelijk uien van het land af zijn, ja, hoe beter het is. Ja. Dus voor de regen, want op het moment dat het gaat regenen, dan zijn ze eigenlijk klaar. Kunnen ze niet meer laden, moeten wachten tot de uien weer op te droog zijn en dan kunnen ze weer laden. Dus dat is het probleem. In ieder geval als het gaat regenen, want dan sta je meteen stil. En wat ga je dan eigenlijk doen? Ja, dan ga je weer of terug de aardappels in of andere ritten zoeken. Ja, en dat terug de aardappels in, dat kan gewoon. Ja, er zijn heel veel boeren die ze in de cel hebben leggen. Of, dan zouden die op kunnen laden. Of, ook met uien, er zijn ook boeren die nog een cel vol hebben zitten in het schuur. Ja. Dat ik die oplaad, maar zolang we het nou gehad en... Dus als het gaat regenen, dan is het eigenlijk huilen geblazen door die uien. Ja, eigenlijk wel, letterlijk en figuurlijk. Hoef je niet eens door te snijden en dan begin je al te janken. Ja, daarom. Ja. Vooral de boeren. Ja. Ja, dus dat is even, dat wist ik ook niet, dus dat is heel bepalend voor het weer, of je die uien kan rijden. We gaan nog even een keer. We zijn weer terug op hetzelfde land. Bij de boer. De uien moeten er nog steeds vanaf. Er ligt niet nog genoeg, dus er moeten nog een paar keer heen en weer. Het begon net een klein beetje te spetteren onderweg. En dat is eigenlijk een probleem voor de boeren en voor de jongens die het rijden. Want op het moment dat het gaat regenen, kunnen de uien er niet meer vanaf. Dan moeten ze wachten tot alles weer opgedroogd is en dan kunnen ze weer verder. Dus iedereen wil zo snel mogelijk die uien van het land af hebben voordat het straks begint te regenen. We zijn ondertussen naar de boer zelf gereden, want de transportband waar ze net mee geladen werden, die is ermee gestopt. Wat het probleem is, ik weet het niet, maar het moet wel verder gaan, want ik voel het nu al een beetje begint te spetteren. En op het moment dat het echt begint te regenen, zijn we klaar hier. Dus nou ja, nu op het boerenerf zelf, die uien die er in die bak zaten zijn allemaal hier naartoe gehaald. Oeh, het begint nu echt te spetteren. Die gaan we nu zo snel mogelijk bij Joost laden. Op het moment dat die weer geladen is, dan gaan we weer terug naar Nieuwdorp, weer wegen. Hetzelfde rieltje eigenlijk een beetje. Dus hopen dat het zo snel mogelijk erin zit, dat het net nog droog binnen is.
Nou, de master zelf zit achter het stuur nu. Ik ga het even laten zien hoe het echt moet. Ik doe natuurlijk wat voorzichtiger. Joost is ervaren man op deze wagen. Een point of view vanaf Joost zijn leven. We mogen een kijkje binnennemen hoe het gaat als dus bijvoorbeeld Joost met een trailer aankomt. Hierachter kunnen 7 trailers staan. Dan worden ze gelost. Dan komen ze hier naar boven. En hier zit een hele grote magneet. En soms zit er wat tussen wat land. Wordt dat er meteen uitgehaald. Kijk, de hoefijzers die halen de magneet eruit. Dat er niks meer tussen de uien zit. En dan gaan ze hier naar boven en dan gaan we verder. Deze machine, er zitten messen in. En die haalt die staartjes van die uien af. Dus dat ze er gewoon al netjes uitkomen. Dus het is gewoon alleen de ui nog. Op deze schutmachine worden ze dus uit de maten onderscheiden van groot naar klein. Door te schudden vallen ze erin en dan komen ze allemaal op een apart lopende band. En als je dan daar kijkt, dan gaan ze per maat gaan ze weer naar binnen. Dit is de kwaliteitscontrole. Alle uien die dus niet goed zijn, die worden hier dus gesorteerd. En die worden dus weggegooid. Deze steen is ook niet goed. Hier wordt alles afgewogen, in de zak gedaan en aan het einde wordt er meteen een label op geprint met hoe zwaar die is en welke erin zit. In die buizen, die koker erachter, komen de zakken naar beneden, wordt die automatisch allemaal op elkaar gestapeld, heel netjes, want ik zag hem er net uitkomen. Dus dan komt hij er zo uit en dan komt hij in een soort van grote shieldmachine, wat ik al eens eerder heb laten zien. Nou, dan wordt hij mooi ingestuurd, dan kan hij er meteen van afgehaald worden, echt leuk om te zien. Veel geautomatiseerd. Dit was hem dan, de eerste Knippie Knippie Kuipersson Tour. Ja, ik heb er echt schitterend van genoten. Het was echt een mooi uitje. Als jullie het ook leuk vonden, doe even een blauw duimpje omhoog. Ik vond het fantastisch. Laat even weten wat je ervan vond in de comments. Dan zie ik jullie sowieso weer bij de volgende Knippie Knippie on Tour. Joost, bedankt. Ik vond het waanzinnig. Ik ook. Thanks man. Ik ook.